Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ik, 77-jarig bestaan. Ik heb een partijtopper, een partijcorifee. Ivan Fernald heb ik nu aan de lijn van de NPS, Nationale Partij Suriname. Gefeliciteerd. Om te beginnen. Ja, dank je. Ik wist was dat ik prominent ben. Dat wil ik wel meenemen. Maar goed, we luisteren. Je bent toch prominent van NPS'er? Jawel. Ja. Maar weet je, die superlatieven van coryfeeën en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar goed, laten we beginnen. Ja, wanneer is deze partij opgericht? Opgericht in 1946. Om precies te zijn 29 september 1946. En we zijn dus straks over enkele dagen precies 77 jaar oud. En wie heeft de partij opgericht eigenlijk, NPS? Hoe is het eigenlijk ontstaan? Nationale Partij Suriname, Anotidamere, NPS, jongen. Ja, maar dan moet je terug in de historie, toch? Dus het is niet zomaar ontstaan. Het zijn niet mensen die geweest zijn aan een borreltafel en gezegd die van een partij opricht. Het is echt gebaseerd geweest op een ideologie, op een nationale visie. Hè? En de mensen die in het oprichtingscomité zaten, waarvan een belangrijk deel ook in het eerste bestuur zaten, waren mensen als Van der Schroef, Van Nommeren. Dat is dus die dokter Van Nommeren, bekende dokter Van Nommeren. Zelf heb ik hem niet gekend, maar ik zeg belangrijk, omdat toch wel hij bekend was op heel late leeftijd is overleden. Jacques Van Eer. Jacques Van Eer, misschien weet je dat een straatnaam vernoemd is geworden. SRS? Jacques Van Eerstraat, dat bij SRS toch? Ja, toch? Laurier zat erin. Leo Laurier was een Surinaamse onderwijzer. Hij is in Para geboren. Maar destijds was een onderwijzer een man bij opgezag. En zo had je nog andere mensen. Maar ook Kalor, A.T. Kalor, de school is naam vernoemd enzovoorts. Uh-huh. De Vries. Dus ik heb Findlay, David Findlay. De West? Ja, de vader natuurlijk. Hè? Ja, ja. Oom Wim Bos Verschuur, dat waren allemaal mensen in het voorbereidend comité. Wim Bos Verschuur school? Wie is? Wim Bos Verschuur school. Is het ons naam als school in Suriname, Wim Bos Verschuur school? Ja, ja, ik denk het wel, maar ja, zelf weet ik niet waar het is. Maar ja. Bos Verschuur is natuurlijk een bekende Suriname geweest. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus deze mensen zijn bij elkaar gekomen. Mm-hmm. En je had ook Ferrier die niet in het bestuur zat, Johan. Okay. Ferrier, onze latere gouverneur, onze eerste president. Ceremoniële president. Die heeft ook een bijdrage geleverd, maar het was echt gestoeld op een nationale visie, hoor. Oké, okay. Ik dacht, ik heb die visie nooit kunnen zien. Ik dacht, het is een etnische partij, Blakama-partij. Ja. In die tijd. Ja. Toen. Ja, natuurlijk was het ook ver voor mijn tijd, maar als politicus moet je weten waaruit je komt, hè. En wat de partij vertegenwoordigt, waar de partij voor gaat. Het verschil met de partijen van toen is dat de Nationale Partij Suriname echt is opgericht op basis van een nationale ideologie. Het was een partij die niet zoals de meeste partijen vanuit een etnische bril opgericht werd om de belangen, de etnische belangen te behartigen vanuit een soort emancipatiegedachte. We moeten eleveren, dus omhoog gaan. Dat is begrijpelijk. Maar de Nationale Partij Suriname is opgericht door mensen van uiteenlopende religieuze gezinten. Over het algemeen was het dus wel EBG, maar niet alleen. Maar vooral uiteenlopende etniciteiten. Voorbeeld, meneer Salimin zat erin. Hij was Javaan. Meneer Jukelal zat erin, was in de staan. En je had gemêleerd gezelschap. Ik moet wel bij zeggen dat de Malatamang, die zwaaide het scepter, hè, de scepter, die had het voor het zeggen. De lichtgekleurde Creolen, maar ook, die had het voor het zeggen aanvankelijk. En
meestal denkt men dat de Nationale Partij echt vanuit de zwarte etnische groep is opgericht. Ik moet bekennen dat inderdaad een groot deel van de achterban bestond uit Blaramans. Maar die had het in het begin echt niet voor het zeggen hoor. Pas na een machtsstrijd binnen de Nationale Partij Suriname heb je uittreding gehad. De groep van Sintley heeft dan opgericht de SDP. En natuurlijk wat overbleef was dan over, voor het groot gedeelte, dus de Blaramang. En zo is het verder ontstaan. Maar er waren nationale issues van in 1946. Ja, mijn vader heeft mij nog daarin geschoold. De leuze was met de Nationale Partij Suriname, dus NPS, naar vrede en zelfstandigheid. Dat was dus toen die issue. Dus de partij ging ook voor iedereen is toegankelijk. En de sociaal-democratische inslag die er nu nog is, vindt daarin ook zijn oorsprong, sinds zijn begin in 1946. En dat is later vastgelegd in een beginselprogramma in 1958. En toen kwam meneer Pengel, Joopie Pengel. Nou, niet helemaal. Pengel was maar eigenlijk, als mensen NPS horen, hè, al die namen die jij noemt, ik sta versteld, Bos Verschuren, Findley, A.T. Kaler. Ik dacht, NPS is Johan Adolf Pengel. Joopie Pengel. Ja. Ik denk dat Joopie een hele belangrijke stempel heeft gedrukt in de Surinaamse geschiedenis en meer nog voor de Nationale Partij Suriname. Maar de partij is niet begonnen met Pengel. Het is wel zo dat meestal sommige mensen denken Lachman, hij is de oprichter van de VAP en eerste voorzitter, en Pengel zal het ook wel zijn voor de NPS. Dat is niet juist. De eerste, ik vertelde al, bij aanvang de Blaramans niet zoveel in de melk te brokkel hadden. Huh? Dus de eerste voorzitter was Van der Schroef. En de tweede moet zijn geweest de Graaf Wenter en toen meneer De Boer. Nou, dat is zo wit man. Maar dat wil dus niet zeggen dat hun gedachtegoed niet werd onderschreven. Het was echt een achtenswaardige filosofie erachter. Pas de derde of de vierde voorzitter, ik dacht de vierde, moet zijn geweest Doelwijd. En daarna kwam Pengel. En na Pengel is het bekend, hè? Alon enzovoorts. Maar om aan te geven dat het niet daarmee begonnen is, maar Pengel heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nationale Partij. Wat is de rol van Pengel? Hoe belangrijk is hij geweest voor de partij? Nou, dan moet je terug naar toen in de tijd. Hè? Je moet je voorstellen dat onze samenleving, laat me het zo zeggen, dat de Creool, zeker de donkergekleurde Creool, maar ook de Javaan en de Nustaan, maatschappelijk niet zoveel te vertellen hadden. Toch? Pengel heeft ervoor gezorgd dat hij dus die groepen waardigheid, echte waardigheid heeft meegegeven en ervoor gezorgd dat banen die waren weggelegd voor de Bagra's, dat ook de Creool en in zijn kielzog natuurlijk ook de andere etnische groepen toegang hadden tot die banen. En een van ze was de white collar jobs bij de overheid. Want ja, je kon de competenties hebben, maar vaak genoeg in een beetje zijn opportunity. Dus er was wel een je kan niet zeggen van een soort racisme, wel een voorkeur. Je kan niet zeggen dat gelijkheden waren. En Pengel heeft ervoor gezorgd dat inhoud gegeven is aan het beginsel dat in Suriname je succes niet mag afhangen, althans je kansen niet mag afhangen van bezit of afkomst. En dat heeft hij dus concreet inhoud aangegeven door die mensen die capabel waren ook de gelegenheid te geven op beurzen massaal ter beschikking te stellen. En niet alleen aan Blaramans.
Vergeet ook niet dat de periode van zijn presidentschap, en dan moet ik zeggen minister-presidentschap, we zeiden toen premier, hè, premier Pengel, dat dat gekwalificeerd kan worden als een van de meest dynamische perioden. En ik verwijs naar huizenbouw, met name volkswoningbouw. Als je een big huizenrensproject Sorgo. Toch massaal zijn er en geen ghetto's, middenstandswoning en daaronder, maar die staan er nog en men vergeet dat. Stengel heeft ook heel veel gedaan. De Universiteit van Suriname is ook onder zijn bewind ontstaan. Je bedoelt ADEC, en, ADEC, wat we nu ADEC noemen. Ja, je zegt ADEC, maar je moet je voorstellen dat ADEC daarna in de 80e jaren vernoemd, laat me zeggen, vernoemd is naar ADEC. Mm-hmm. En oké, dat is geen discussie. Maar destijds was het gewoon Universiteit van Suriname, nu bekend als ADEC. Hè? Pengel had ook zoiets van, we moeten breed denken en niet alleen maar eurocentrisch. Ja. Dus regionaal moeten we denken. En het curriculum heeft hij aangepast met verplicht het vak Spaans. Dat is illustratief voor zijn ontwikkelingsvisie. Hè? Dat we niet alleen maar ons moeten richten naar Nederland, maar ook in de regio. Want in Zuid-Amerika, una enige konden ze dat Nederlands. De meeste praten Spaans. Oké, Basilina Portugees. Vind je het bijzonder dan om Nederlands te praten? De essentie wat ik aangeef alleen maar is Spaans sprekende dat je niet in Zuid-Amerika kan wonen, een ontwikkelingsconceptie hebt van regionale ontwikkeling, en je hebt niet eens Spaans op het rooster. Dat is de essentie van mijn verhaal. Oké. En vergeet ook niet dat hij niet maar sport, hè. Men vindt het niet belangrijk, maar sport is heel erg belangrijk. Bijna wil ik zeggen dat de manier waarop sport georganiseerd is ook een parameter is voor je ontwikkelingsniveau van je land. Zeker. Pengel is met de conceptie gekomen om los van veldjes in buurten, wat nodig is, ook te komen met een sportcentrum. SOSIS. Het is zijn idee geweest. En ik weet het, want de eerste directeur van SOSIS was een vriend van mijn vader. En dat concept is toen overgenomen door de Caribische landen. Dat ding van SOSIS toch, dat je een sportcentrum maakt enzovoorts. Is meer van welke sporthal? Uh-huh. Dat was onze eerste indoor sporthal. Ja, maar meneer Fernand, dat is toch geen verdienste, een sporthal, een sportveld? Nee, maar dus kijk, het gaat er niet om. Nu is het geen verdienst. Nee, dat is levensbehoefte nummer één. Je bent topsporter, toch? Dus die discussie hoef je met mij niet te voeren of het nog belangrijk is of niet. Ja, ik heb zelf, is een must. Ik heb zelf aangegeven dat ik denk dat de organisatie van je sport in je land een parameter is voor een last. Het is niet de enige. Dus ik sta buiten kijken, maar ik wil alleen maar aangeven, want ik praat over Pengel, de doorbraak van denken. En dat het maakt in concrete acties. En dat maakt hem goed. Dat is de essentie van mijn betoog. En dat hij ook komt tot het inzicht dat de sport centra moeten zijn, zoals SOSIS. En we hadden geen zaden, we hadden geen sporthal, indoor sporthal. En het was ook een verdienst van Pengel om daarover te denken. En ik wijs op de veelzijdigheid van Pengel, maar ook het visionair denken. Ik heb al gewezen op volksmoedbouw, dat hij voorzag daarin. Ik heb ook gewezen op die kwestie van universiteit. Nee, de verdiensten zijn daar. Jullie hebben ook presidenten, of president, of afgeleverd. Dus NPS heeft haar sporen verdient in de Surinaamse politiek. Misschien ook buiten Suriname ook. Maar als je kijkt nu naar de partij, dan denk ik, waar staat de partij nu? Waar staat de partij voor? Of waar staat de partij nu? Waar staat de partij nu?
Nou, de partij is in de oppositie. De partij maakt zich klaar om zich te profileren in 2025. Over enkele dagen is het zo dat de voorzitter van de partij, Greg Rusland, gaat in zijn felicitatieboodschap onthullen de nieuwe weg die de partij wil opgaan. En ik denk dat het goed is dat bij deze gelegenheid wel bijzonder kan worden gekenschetst, want als je iets nieuws doet, dat je de gelegenheid laat aan de voorzitter om dat te doen. En niet zomaar, maar op onze feestvergadering van vrijdag 29 september. Ja. De NPA 77 jaar. Mooi, wel gefeliciteerd. Maar ik denk, waar staat de partij voor? De partij gaat voor welzijn, welvaart en waardigheid voor alle Surinamers. Dus ik denk dat het sociaal... De partij is maar, nog maar steeds... Is dat niet zo breed dat het bijna abstract wordt, doordat het zo breed is? Welzijn, welvaart, ja. Ja, maar goed, dat is zo. Dat is wat maar we allemaal willen, toch? Maar ja, als je me een vraag stelt, ja, en je laat me na één regel uitleg aangeven dat... Want ik wil eigenlijk het expliciteren, toch? Oké, nou, gaat u gaan. Sorry. En kijk, in de politiek gaat het niet om macht. Macht is middel. Waar het om eigenlijk om gaat, en daar verschilt de partij misschien met alle andere partijen, is dat jij met je macht moet proberen beleid te maken. En welk beleid maak je? Je maakt beleid om het beter te laten gaan voor je mensen. En niet alleen maar de upper ten, de happy few, de haves. Toch? Niet alleen maar de ondernemers. Natuurlijk moet je ondernemerschap hebben, want hoe ga je anders je onderwijs en gezondheidszorg financieren? Dat moet je hebben. Maar de partij is een brede volkspartij, nog steeds, waarbij de leidraad is dat iedereen op het totaal grondgebied van Suriname de gelegenheid moet hebben om zich individueel te ontplooien en daarbij de verplichting heeft om een bijdrage te leveren. Dat is een mooi streven. En je mag zeggen het is een utopie, maar het is een streven. Dat betekent dat al die gebieden die niet gelijkelijk ontwikkelingskansen hebben, dat daar je ervoor moet zorgen, al dan niet gefaseerd, om wel die kansen te brengen. En het gaat nooit voor 100% zijn, maar je moet ergens voor gaan. Het contact met de samenleving, daar was de NPS vroeger kampioen is. En dat hebben we in de loop der tijden, ik wil niet zeggen verloren, maar het is een stuk minder geweest, hè. We moeten ook die discussie gaan voeren tussen de politicus, in de zin van de staatsman, en de leiding van de partij. Want een van de zaken, kijk, laten we een voorbeeld nemen. Venetiaan is een groot man geweest, en dat is hij nog steeds, groot staatsman. Hij heeft als geen ander, samen natuurlijk met Teltig, de Liberg en nog anderen hoor, heeft hij in betrekkelijk korte tijd de economie op spoor gebracht. Want we waren ook toen straatarm. 2010 is hij weer gekomen na een debakel van de NDP-regering 96-2000. Baamoni. En heeft binnen 10 jaar ervoor gezorgd dat we een middelinkom country zijn geweest. Maar niet alleen dat. Hij heeft ook een machtsvraagstuk opgelost. Ik was minister van Defensie in 2000. 5 tot 10. En dat waren de nadagen. Maar ik heb heel veel gezien. Na de tweede coup, alhoewel er een civiel regering was, een civiele regering, dat is een burgerlijke regering, was de oppositie, tenminste sabotage van de militairen, niet eenvoudig. Vergeet niet dat Boudin de Matsuto Makiri en er is nog steeds geen daden boven water gekomen. Vergeet niet dat na 91 of rond die tijd, politiebureau Nieuwehaven, Nettie Joule, maar Bissoutou,
Toch? En dat waren allemaal intimidatiepogingen. En hij, ook met anderen hoor, aan de Inwang, je moet geld ook een beetje granie geven. Toch? Je moet ook, weet je, en ook die kwestie van de Tucayana, die doelbewust zijn gecreëerd. Die Angolas, Tucayana enzovoorts. Om het nog gecompliceerd te maken, want Jungle Commando was er al. Dus het hele vredesproces is niet van lijn dakje gegaan. En nog steeds is het zo, niet takken aan OAS mensen die hiermee gedeeld hebben, dat voor het eerst in de geschiedenis, na zo'n, zeg maar, binnenlandse oorlog, formeel heet het hoor, het binnenlands gewapend conflict, dat Suriname dat blijft heeft opgelost. Het is nog nooit zo gebeurd. Toch? Maar anyhow. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je dingen doet waardoor Suriname het beter hebben. Okay. Nee, maar het was eigenlijk welvaart en welzijn. En dat heb jij gedefinieerd of geprobeerd te definiëren. En voor ver gelukt is. Meneer Fernand, ik denk... NPS, weet je, ik volg Surinaamse media ook en ik ben ook onderdeel van het maatschappelijk debat. En meneer NPS lijkt zo'n oudbollig partij. Doen jullie iets aan imago of verfrissen om jongeren te trekken? Hoe zit het daarmee? Je hoort die geluiden ook. Misschien horen ze dat al eerder dan mij. Ja, dus er is een hardnekkige perceptie dat de Nationale Partij vergrijst. Maar eigenlijk zouden we onderzoek moeten doen. Want mijn mama wil ook cijfers, ja. Ja. Ik schrijf boeken toe en ik doe research. Dus het is interessant. Mm-hmm. Maar je ziet geen jongeren lopen met NPS weer, toch? Dit rapport hebben. Natuurlijk, we hebben onze jongerenraad. Toch? En om de perceptie te veranderen, moeten we misschien meer jongeren overal naar voren schuiven. Maar bij de NPS gaat het niet alleen om smaai. Bij NPS gaat het om dat je ook deskundige jongeren positie moet geven. Ze moeten de kans krijgen om te groeien. Maar jongeren moeten ook de durf hebben om de kans te nemen. Dat is altijd zo geweest. Hoe oud was Aaron toen hij voorzitter van de partij was? Hoe oud was Aaron toen hij voorzitter was? Premier. Premier, hoe oud was hij? Hoe oud waren jongens, mannen als Rogers enzovoort. Dus de hele tijd goed gegaan. Maar krijgen jongeren de ruimte dan? Om zich te profileren. Nemen, toch? Nee, ruimte nemen niet. Als mastodont daar zitten. Ik noem geen namen, maar voor de Pigot van deze wereld, de Rusland van deze wereld, de Ferdinand van deze wereld, Ed Nels van deze wereld. Kom er tussen dan. Ja. Als jongen. Nou, kijk, Isabina. Ik kom uit onderwijs en ik zal altijd stimuleren. Dus ik vind dat we een kweekvijver moeten maken. En mensen moeten niet zoals vroeger bang zijn om ambities te hebben. Je moet je ambities kenbaar maken. Wat wij nog eigenlijk open moeten doen is die kweekvijver te maken, toch? En vanuit die kweekvijver te recruteren. Want een van de slechtste dingen is dat je daar niet aan denkt. Je moet continuïteit hebben. De generatie van je noemde. Van mij en van Rusland en... Koblijn, Bakker, Mikango Morofara, als je wil. Ja, kijk, de fout moet je niet maken om te denken dat het vanzelf komt. Je moet een kweekvijver maken. Maar tegelijkertijd is het zo dat helemaal bij ondervinding bij de Chinees. Dus oudere mensen moeten niet als afgedankt worden geschouwd. Maar je moet doelbewust werken aan de continuïteit van je partij. En we hebben een jongere raad. Toch? Als je goed naar onze maandelijkse discussieavond leidt de discussie. Wie is een ceremonie? Scholisch instituut, alle jonge mensen. Is inderdaad, dat hoor ik vaker, dat als aan een vergrijs. En daartegen moet je natuurlijk weer door. De mensen meer te profileren, maar mijn persoonlijke mening is, mensen zijn bang om in politieke partijen zich te profileren en zijn bang om hun ambities kenbaar te maken. Je moet het kenbaar maken, je moet groeien, je moet het durf hebben. Het wordt je niet in de, over het algemeen hoor, enkele uitzonderingen daar gelaten, wordt het je niet in de schoot geworpen. Toch,
Het is eigenlijk een battle. Het is net als in de natuur. Ja? Survival, de beste moet uitstromen. En dan moet je natuurlijk geduchte competition hebben. Zodat de beste uitstroomt. Met z'n ruimte krijgen. Ja, toch? Ja. Je moet een kweekvijver maken. Je moet ze stimuleren. En iedereen in die kweekvijver moet kansen krijgen. Want je weet dat het electoraat in Suriname heel jong is. Je bent van cijfers, zeg je zelf. En dat geloof ik wel, docent. Maar je weet dat het electoraat heel jong is, toch? Dat zijn cijfers. Wie? Het electoraat. Mensen die naar de stembus gaan. Dat zijn over het algemeen jonge Surinamers. Ja. Ja, toch? Ja. Dat zijn feiten. Dat zijn cijfers van... Ja, dus kijk, maar dat is toch niet, daar zie ik jou niet tussen. Ik bedoel, NPS, hè? Ja, ik heb al kenbaar gemaakt dat er hardnekkige perceptie is, inderdaad. Nee. Is het perceptie of realiteit? heb je onderzoek gedaan? Nou, er is maar één. Heb je onderzoek gedaan? Ja, van het electoraat dat op de NPS gestemd is? Ik heb onderzoek gedaan en het onderzoek en het resultaat is daar in de Nationale Assemblée. Dat die partij steeds kleiner wordt. Omdat zij de verslagen niet kunnen maken naar Jong Suriname. Jawel, dat is toch een feit? Ik geef toe dat je die signalen moet opvangen, want die perceptie is inderdaad dat ze vergrijst en dat jongeren de kans niet hebben. En ik heb toen aangegeven van luister, ik vijf om een smikkie, maar tegelijkertijd moeten we de jongeren voorhouden van je moet gaan ervoor, je moet durven en dat moet worden gestimuleerd. Uh-huh. Dus dat is ook een omslag. Ja, en iedereen moet een kans krijgen. Niet alleen maar mensen die om voorzitters heen rennen. Ja. En begunstigd willen worden. Ja. En dat is het probleem van alle voorzitters van politieke partijen in dit land. Dat is een feit. Ja, die voorzitters blijven tot de dood daar zitten, mijn gevoel. Nou, dat bedoel ik niet. Maar mensen denken dat als ze de voorzitter rond de mond staat. Ja, dan... En jonge mensen moeten weten dat het gaat om hun kennis en vaardigheden. Ik heb liever kritische mensen, maar het is mijn persoonlijke opvatting. Maar waar gaat het om? Het gaat er uiteindelijk om dat de kiezers keuze maken voor mensen die beter in staat zijn om een betere toekomst te brengen. En ik had het over perceptie. Maar het is ook een perceptie op dit moment dat de Nationale Partij Suriname het alternatief kan zijn. Want men smacht naar ander soort leiderschap. En ik weet niet of nieuwe politieke partijen daartoe in staat zijn. En de bestaande politieke partijen daartussen, denk ik, en nogmaals, ik heb geen onderzoek gedaan. Misschien moeten we een keertje grootschalige, eerlijke, representatieve survey doen. Dus opiniepeiling. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat jullie, hoe weet ik, bouwen willen, verstandig, integre leiderschap hebben. En dat is vanaf de oprichting van de NPS een belangrijk beginsel geweest. Ja, ja, en daar zoekt men naar. Ja. En jongeren moeten natuurlijk ook bij zijn, maar het belangrijkste is hoe weet ik waar. Maar er is wel een plan om die jongeren te bereiken, bijvoorbeeld. Ik heb aangegeven mm-hmm. dat we een jongerenraad hebben. Ja, maar dat is vanaf het begin, hè? Vanaf de oprichting is er een jongerenraad, toch? Dus dat is niet nieuw. En de jongerenraad, zodat ze activiteiten ontplooien. Uh-huh. Ik heb aangegeven dat wij doelbewust niet alleen maar jongeren betrekken, maar ze ook in de uitvoering. Ja, ja, ja. Toch? Mm-hmm. Dus ik had ook daar kunnen staan of voor je, toch? Ja, nee, maar zwaar. En te zeggen van luister, we hebben... Avonden, discussieavonden. Nee, meneer Ferrat, Ulof NPS, is af Sammy Lobby. Er was altijd een tweestrijd in NPS, hoor ik. Hè. Je hebt een kamp Venetiaan en die is niet zo, even niet zo met het kamp Greg Rusland. Hoe is het daarmee? Van onderlinge, middelantakstrijd, rivaliteit? U bent politicus, je hebt misschien een mooier woord voor. Nee, maar dit is toch totaal irrelevant. Want ten eerste ga je ervan uit dat er een kamp Venetiaan is. Ja, dat weet u ook. Nee. Dat weet u niet. Venetiaan heeft... Nee, luister, men is kamp
kamp denk je aan strijd, hè? Dus twee kamp. Ja. Dus het is totaal irrelevant. Venetiaan heeft het stokje overgedragen. En dat bedoel ik dus het voorzitterschap, hè, estafette stokje. En Rusland moet er inhoud aan geven. Het heeft totaal geen zin om intern daarover te praten. Venetiaan had zijn lijn. En dat nemen we over. Venetiaanse lijn is duidelijk. Ik kan kort vinden van Wanni. Mm-hmm. Maar Vinnie had het moreel ethisch leiden. Los van zijn leiderschap als staatsman. Hè? Financieel, economisch, sociaal enzovoort. Had hij ook een moreel ethisch leiderschap. En de boodschap is de lijn van de partij, ook bij Rusland, moet duidelijk zijn. Ja. Toch? Meneer Fromo, meneer Swiftiki. Ja. En natuurlijk zullen er elke partij mensen zijn met een beetje lange vingers. Maar de boodschap bij ons is duidelijk. Wij corrigeren die. Lange vingers. Nee, sterker nog, ik zou jouw partij niet snel betichten van corruptie. Ik heb het meer over intern dat het niet altijd, dat het niet lekker loopt. Dat er een soort twee kamp is. Ja, dat weet u ook. Ik ben niet de enige die dat weet. Nou, ik zit in Rotterdam en ik weet het. Ik zie dat ding is zwaar overdreven. Ik denk dat na... Hoe lang is het nu? Langer dan 10 jaar, 12 jaar, dat het geen zin meer heeft om die discussie te voeren. Ja. Het zou alleen maar... Nee, vooral de laatste interne verkiezingen ook, voor het voorzitterschap. Nee, maar de laatste keer. Dat is ook niet... Toch? Ik heb me niet verkiezen. Maar ik is bij acclamatie gekozen. Ja. Dus als je het over de laatste hebt... Als je het over die van 2012 hebt. Ja. Nou, ik had 4 districten. Hij had de overige districten. Rusland is groter geworden. Mijn lijn is duidelijk. Ik heb met open vizier gestreden. En, als ik hem niet eens ben, 100% in mijn schouders onderzaten. Het enige dat is veel welke verdiensten ik heb voor de partij. Maar deze discussie is niet relevant. We maken ons nu op om feestvergadering te hebben en belangrijke onthullingen worden gedaan. De nieuwe weg op 29 februari. U vindt het niet relevant? Dit zijn die discussies die het aantal zetels bepalen. Niet het feest. Ik zou een feestpartij, een vergelijking aan de partij, want die partij naam moet niet, neem ik aan. Dan heb je feest. Zou maar met je feestpartij deze aan, daar ga je toch niet onderscheiden? Nee, maar ik heb ook aangegeven, dat, nogmaals, kijk, bij de Nationale Partij Suriname gaat het niet om uiterlijk schijnen. Het gaat er niet om RVC's en ambassadeursposten en ministersposten. Het gaat om beleid. Ja. Het gaat om beleid, om ervoor te zorgen dat elke Suriname binnen afzienbare tijd het beter heeft. En sterker nog, ik ondersteun jouw beleid fantastisch, maar je moet wel de ruimte krijgen om het beleid te kunnen uitvoeren. En dat is politieke macht. Maar ik zie alleen maar afglijden. En dat zie jij ook als jij met mij hier in gesprek gaat en je kan zoveel presidenten noemen van de NPS. De partij wordt niet groter. Hoe komt het dat de partij steeds kleiner wordt? Dat zie ik ook, toch? In aantal zetels. Die zetels nemen af. NPS ooit 15 zetels gehad. Ja, voor mij zijn jullie een van de kleinste... Nou, niet volgens mij. Jullie zijn een van de kleinste partijen in Suriname. In de Nationale Assemblée. Ja. Zo niet de kleinste? De verkiezing wordt inderdaad gewoon door de kwantiteit. Hè? Het aantal stemmen. Ja. Maar... de regering is pas succesvol als je kwaliteit kan presenteren. En de NPS heeft die kwaliteit. Dus nu moeten we eraan gaan werken dat het electoraat ervan overtuigd is dat de partij de beste partij is voor verstandig en integer leiderschap. Verstandig leiderschap is dat je die dingen moet doen die moeten gebeuren. En niet dat je mensen tevreden of opportunistisch moet zijn. Ja. We zijn inderdaad teruggevallen in 2010 qua stemmen van ongeveer, hoeveel was het, 30.000? Ja. 2010, 2015, 2020. Ja, maar goed. Dus ik geef aan, we zijn teruggevallen. Venetiaan was in 2010 president en voorzitter en we zijn teruggevallen naar 16.000 in 2015.
dat was inderdaad een ramp. We zijn te boven gekomen, want in 2020 was een situatie waarbij er 32.000 stemmen zijn vergaard. Ja? Dus je kunt zeggen van het dubbele, 100%. En je moet in beschouwing nemen dat niet alleen maar de kiezer gestemd heeft, vooral het kiesstelsel gesproken heeft. Als je snapt wat ik bedoel. ABOP heeft 24.000 stemmen behaald in 20. En bijna 20. 8 zetels. En 8 zetels, bijna 9. Ja, ja. Samen met Patjale Hoer, 9. Ja. De Nationale Partij Suriname, en daarom zeg ik, het kiesstelsel heeft gesproken. Heeft 32.000 something stemmen behaald. Mm-hmm. En heeft 3 zetels. Dus je hebt net schertsend opgemerkt. Ja. Dat regaal. Maar met het verandering van kiesstelsel, berekend naar het huidige aantal stemmen in 2020, mm-hmm. hebben we minstens 6 stemmen. Zetels. Ja. Sorry, maar. En als dit kiesstelsel van one man, one vote, one value, dus landelijke evenredigheid, wordt uitgevoerd, want het is reeds aangenomen. Maar 6. En je mag vanuit gaan dat je niet minder stemmen krijgt, mm-hmm. vanwege de externe factoren alleen maar. Er is zoveel ontevredenheid over het beleid, mm-hmm. dat je een aantal ontevreden mensen, die zullen bij ons komen. Dus ik ga uit van minimaal 6. Okay. En dan kan alleen maar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 32.000 stemmen zijn mooi, maar het is, ik denk van, het is dan bijna geen nationale partij Suriname, want die 32 zijn bijna alleen in Paramaribo gehaald, niet buiten Paramaribo. No, als je kijkt naar het stelsel dat je tot heden hebben. Voornamelijk, toch? Nou, niet voornamelijk. Je moet zeggen voornamelijk, want in het nieuwe systeem gaat je stem niet verloren. Nee. Als je die stelsel bestudeert, ja. dan zie je dat landelijk alles in elkaar opgeteld wordt. Dus wij hebben dus in Para geen zetels gehaald. Nee, in Tel Aviv in corona maar niet. Maar we hebben natuurlijk wel stemmen gehaald in Para. Maar ja, zelf in Kwamala Samutu heb je zeker 2-3 stemmen gehaald. Ja, nee, dus dat is het. Maar, ja. dus, maar elke, als ik kijk naar de huidige politiek-maatschappelijke situatie, tegen de achtergrond van een schrijnende sociale situatie, uh-huh. want de NDP heeft natuurlijk een spoor van vernieling achtergelaten, uh-huh. Welke nu hersteld moet worden, en het herstelprogramma houdt in, dat is maar tijd bij het, toch? Want ja. als de overheid minder moet uitgeven, dan gaat de overheid die afbouwen, de subsidie. En als de overheid een subsidie afbouwt, Suma opai. Het volk betaalt het gelag. Dus die achtergrond van die geweldige ontevredenheid, die begrijpelijk is, is de situatie van de Nationale Partij Suriname redelijk gunstig. Oké. Okay. We gaan het meemaken, maar je hebt iets gezegd en dat heeft mij wel getriggerd. Je zei al van eerlijke mensen, kritische mensen, en daar sta je ook aan de kant van hun binnen de partij. Ja toch? Dus je nou eerlijk en kritisch toe. Ja, maar ik ga niet. Laten we zeggen, ik ben een presidentiële man, duidelijk. Mm-hmm. Nee, ik heb mooi. Mijn kracht, ik heb mijn beperkingen en mm-hmm. Ik zal mijn standpunten altijd kenbaar maken. Daar ja. waar het hoort. Dat besluit, dat besluit nu. Ik, om de hete breed draait. Ja, nou oké. Okay. Nu ik en jij, wij samen proclameren jou een van de meest eerlijke mannen binnen de VN. PS, dan denk ik. Dat zijn er meer hoor. Ja, okay. Want wij dulden geen vervoer. en promo. Ja, Het zal hier en daar wel zijn. Ja, maar niet zo groot. De lijn is duidelijk. Nee, dat is waar. Dat is wel feit. Maar als je kijkt naar het leiderschap wat wij nu hebben met meneer Gregory Rusland, is dat de man die de partij 77 op weg naar 78 jaar. Inclusief verkiezing opkomst, is hij de man die het moet doen? Je zei 78, ik snap dat even niet. Nee, ik bedoel 77 jaar en volgend jaar wordt die partij 78 jaar, toch? En dus laat je dat zelf vertellen, toch? Nee. Hij heeft het woord in. Nee, dan gaat als voorman van de partij, laat hij aangeven wat hij zelf wil en hoe hij dat ziet. Dan zullen we daarna discussies houden. Nee, maar wij gaan wel als één man
Na de verkiezingen van 2025. Nee, maar die... Als we interne aanpassingen moeten plegen, dat doen we het intern. Mm-hmm. Maar één ding is duidelijk. Als het besluit gevallen is, gaan we als één man. Ja. Na de verkiezingen van 2025. Besluit? Wat voor besluit moet er vallen dan? Oh, dus we wachten even af. Wacht, de onthullingen van... Komt er binnenkort verkiezingen? Zijn er, Nee, dan zijn er geen besluiten die gevallen moeten... Kijk, er wordt geprogrammeerd eigenlijk een nieuwe weg. Oké. En bij deze gelegenheid heeft de voorzitter van de partij de ruimte om ook zijn visie kenbaar te maken. En op basis daarvan zullen we kijken hoe het verder gaat. Ik heb al aangegeven, ongeacht wat, uiteindelijk, als we intern beraad hebben, gaan we als iemand naar de verkiezingen 2050 toe. Dat is duidelijk. Nee, maar de vraag is, meneer Verhaal, hebt u vertrouwen in de leider wat de partij nu heeft? Dus als u me vraagt om waardeoordelen uit te spreken over mijn voorzitter van de Nationale Partij. Ja, niet wat de voorzitter zegt. Want als ik meneer Rusland nu belt, gaat hij zeggen, ja, ik ben de juiste voorzitter. Ja, dat zegt hij altijd. Maar u bent journalist, ik ben politicus. Uh-huh. Ja? Dat is mooi toch? De rijkwijde van mijn woorden overzie ik. En u kunt niet anders van mij verwachten dan als u vraagt waardeoordelen uit te spreken over de voorzitter van de Nationale Partij, dat u niet anders van me gaat horen dan wij gaan met de voorzitter de partij in als wij dat beslissen. Oké. Wat had u gedacht dat u van mij zou horen? Nee, ik had van u gedacht van we leven in een moderne tijd en je hebt geen belangen bij voorzitter, weet je. Je hoeft niet om de voorzitter heen te hangen om te overleven. Dus je zegt gewoon van, nou, ik vind dat die man beter zou kunnen communiceren. Ik zou dat hij, dichter bij het volk moet staan. En dat is mijn mening vanuit 10.000 kilometer verder. Weet je, en dat verwacht ik van zonder dat er ruzie is. Iemand kritisch bespreken, wil niet zeggen dat er ruzie is. Maar in Suriname is het anders, hè? Als je iemand kritisch bespreekt, dan kan die koffie bijna niet meer gedronken worden. Maar waarom zou ik mijn voorzitter kritisch bespreken publiekelijk? Als ik het nodig had, dan ga ik naar hem toe. Of dan ga ik naar de structuren toe. Maar dat is toch dualisme in een partij van... Nee, het is dat noemen we wijsheid. Oh? Door nog niet openlijk te zeggen wat je denkt over de partij? Je gaat toch niet naar mij toe komen als je vertrouwelijke zaken wilt bespreken over je vrouw, over je kinderen, over je familiesituatie. Nee, maar ik zeg niet. Als je dingen zegt in de partij, intern neem ik aan, hè, binnen de Kamer, geef je visie, weet je, van waar de partij zou moeten staan en hoe de partij, en er wordt niet geluisterd. En er zijn mensen die toch op de partij staan, maar die willen toch dan horen van partij prominent. Wij bespreken issues. Mm-hmm. Wij bespreken ontwikkeling. Okay. Als ik mensen beoordeel, beoordeel ik ze op basis van de beginselen die wij ons gesteld hebben. Die hoge, verheven doelstelling. Daarop worden ze beoordeeld. En hoe beoordeel je? Ik ga geen personen... Uh-huh. Nee, maar wat mensen doen. Ja. Ik heb al aangegeven, dit is de sociale, maatschappelijke situatie. En als mensen in de partij zondigen aan de principes, dan worden ze beoordeeld, ja. Ik ga geen personen publiekelijk bespreken. Ik heb u al aangegeven... U bent journalist, u verbaast mij. Ik ben politicus. Wij gaan verder in deze partij. Ik ga mijn voorzitter niet publiekelijk bespreken. Als ik iets wil, doe ik het in de structuren. Mm. Je hebt nooit gehoord dat Verner gegaan is naar EBC, To The Point, enzovoort. Ongefundeerde kritieken uit. Ik doe het. Okay. Niemand snoert mijn mond. Maar ik doe het waar het moet gebeuren. Maar ik denk, en dat is nou niet aan de telefoon met meneer Frank. Nee, maar meneer Fernand, ik denk van, joh, als Mahinder Prasad Joggi in jouw partij zou zitten, zou je ook niets over zeggen dan? Ja, maar Joggi zou daar niet in mijn partij zijn. Nee, je mag geen kritiek leveren op mensen publiekelijk volgens die code. Dat hoort u mij niet zeggen. Maar dat is wat u nu zegt, wat die voorzitter gaat niet bespreken. Nee, laten we duidelijk zijn. Ik heb aangegeven waar mijn forum is. Mm-hmm. En dat daar niemand mee de mond snoot. Van mij kunt u niet verwachten dat ik eventjes... En bovendien, waarom stelt u die vraag niet aan meneer Rusland zelf? Het antwoord kennen wij toch?
Wat denk jij van meneer Rusland dat hij zegt van ik ben de slechtste leider aller tijden van de NPS? Ja, maar dus wat denk je dat ik... Maar een analogie daarvan mag je denken. Wat ik ga zeggen toch? Nou, ik weet wat u denkt. Alleen zegt u het niet. Ja, maar goed. Dus ik heb u al aangegeven. Dat je verstandig moet zijn. Uh-huh. En wat aan de orde is... En dat je... Wat aan de orde is, het gaat niet om personen. Het gaat niet om mij. Nee. Het gaat niet om Rusland. Nee. Het gaat om de partij. Mm-hmm. Het gaat om de toekomst van dit land. Dat is primair. Ja, maar... En daarvoor gaan we. Dat is mooi. Maar ik denk, met een goede leiding in de partij... Ben je toch voor de toekomst gaan? Goed besturen in ja, de partij? Ja, die algemene opmerking is juist. Ja, toch? Zie je, ja, dat, maar, zie je dat binnen de partij? U bent al 10 minuten bezig. Uh-huh. En er kwam niks uit. Nee, dat is niet. Ja, om het te verleiden. Nee, dat is niet de bedoeling, meneer Venner. U bent een van de slimste docenten van Suriname. Ik kan u niet verleiden. Ik vraag dingen die gewoon leven. Die ik denk van, Redarsan is hier directeur. Soms denk ik van, hij maakt dan een potje van. Een lul, maar daarna is normaal. Maar aan de algemeen doet hij het goed. Hoe weet u dat ik een van de slimste docenten ben? Ik lees wel af en toe recensies en praat ook met studenten. Dat is irrelevant. Ja. De issue is de Nationale Partij Suriname. 70 jaar is onze legacy. Mm-hmm. Hoe gaan we verder? Dat is de issue. Zeker. En het 77 jaar, je denkt, ik ga geen bom leggen onder die partij op... dus mijn oren netjes. Dat is de bedoeling. Ja? Kunnen we het zo afronden? Je tevreden, niet tevreden. Ik denk dat we moeten afronden. Met? In de zin van... Een laatste woord is aan u. Nee, in de zin van dat de Nationale Partij Suriname... Ja, staan we lowater at baas. En we hebben ups, we hebben downs. Bij jullie daar is Ajax helemaal down. Mm-hmm, mijn club. Ja, de man staat op voetbal. Ja. Maar ik vertrouw dat Ajax zo vinden in Suriname. Nee, maar... Wij van de Nationale Partij Suriname... om een nacht om boosu... Maar we weten dat we beter kunnen. Maar weet je, persoonlijk, hè, dat misschien luister ik anders dan de andere mensen. Ik hoor geen onvoorwaardelijke steun naar de partijleiding van... Ja, me Fernand, de baga voor je naar een partij. En we hoeven niet te wachten wat er komt en we staan voor. Klaar. De partij heeft me onvoorwaardelijke steun. Oké. Voorzitter van de partij ook. Ja, als hij naar mijn oordeel zaken doet in lijn van de beginselen heeft iemand steun. Okay. Als hij dat niet zou doen, dat is op mijn formulering. Mm-hmm. Dan zou ik niet als een blind schaap erachter lopen, maar ik zou het niet de discussie stellen. Oké. Okay. Nee. Maar mm-hmm. dus de essentie is niet dat we personen gaan bespreken. De essentie is wij als partij toch we willen dienstbaar leiderschap. Wij richten onze blikken naar de toekomst. En we leren uit het verleden. En wij hebben, de samenleving heeft de perceptie dat wij het kunnen. En we gaan het bewijzen. Okay, dan gaat het nu om dat wij een goede campagne richten om het electoraat toch... zover te krijgen. Dat is Nee, maar oké. Okay. Dankjewel. Maar ik denk, volgens mij moet ik dit zeggen, want Milo voetbal en jullie voetbal. Het kwartiertje van je is al aardig. Ja, is al, nee, maar ik tak was aan voor Ajax. Hè. Ajax net, hè. Het gaat niet goed. Als het niet goed gaat met Ajax, dan eerst waar we naar kijken naar de leiding. Hè. Maar dan wil je ben zo. Ja, ik wens je een hele mooie jaardag met de partij en heel veel succes de komende. Ik ga u over een kleine 2 weken weer interviewen, na de proclamatie van de voorzitter en zijn nieuwe visie, nieuwe weg. Kunnen wij die al agenda opentrekken en dan die afspraak nu al vastleggen? Nou, we gaan geen concrete afspraak nog maken. Ik stel me in principe wel open, dus je bel me, Oesaluko. Oké, daar hoeft het. Want kijk, er zijn natuurlijk meerdere personen binnen de partij die interessant zijn. Mm-hmm. dus die moeten ook de gelegenheid krijgen. Ik heb nooit een vraaggesprek ontweken. Nee, maar je bent voorgesteld, hè? Ik door de partij.
Ja, maar er zijn ook anderen die dat... Nee. Ik belde de partijcentrum. En er zijn ook andere issues die spelen van maatschappelijke aard, waarover ook gesproken kan worden. Dus het hoeft niet noodzakelijkerwijs te gaan over de partij aan zich. Het kan ook zijn issues van... Suriname. Maatschappelijke aard, politieke aard, ja, onderwijskundige aard. Besproken kunnen worden. Nee, maar omdat je iets te vieren hebt komende zaterdag of vrijdag. Vandaar dat ik het bij de partij hield. Tralezi, dan praten we over Suriname, Nationale Partij, Suriname prominent. Ivo Vendel, dank u voor uw tijd en medewerken aan het programma hier in Diaspora Nederland. Rotterdam. Nou, fijne dag. Fijne dag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.